Yep, a super warm vibe. En alle mannen staan versteld. Wat doet ze met die jongen? Ik zie ze kijken. Hoi, goedemorgen. Wauw. Charming. Ik dacht, ik loop even langs de bank. Maar dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Welkom in het rommelhuis. We have so much troep. Goed verhaal. Je hebt wel gisteren de afwas gedaan. Staat het gasfornuis nu nog aan? Oh, oké. Okay. Ik schrok al. Maar laat dit zo achter. What the hell? Maar in ieder geval, ik ga even ontbijten. Ik heb net gedoucht. As you can tell, ik heb mijn haar niet gewassen. En ik ga straks even naar de winkel. Ik ga een pakketje ophalen van AliExpress, denk ik. Ik zou niet weten waar die anders van is. En AliExpress, dus pakketje halen en ik moest nog iets doen. Ik ben het ineens kwijt. Ik moest nog iets doen. Oh ja, de anticonceptie ophalen. Dat doe ik eens per half jaar of zo. En dat is toch wel handig om ook te hebben als we weggaan en zo. Want die is op. En ja, dat is voor nu even. En ze las dat het buiten 27 graden is. Dus ik heb echt heel veel zin om naar buiten te gaan. Ik zit alleen te denken van alles wat ik nu aandoe, kan ik waarschijnlijk niet in het weekend meenemen. Omdat alles dan nog gewassen moet worden. Dus ik had eigenlijk zin om een jumpsuit aan te doen. Maar die wil ik ook in het weekendje weg met mijn ouders aan. Dus misschien dat ik een paar hotpants aan ga doen die ik nog soort van moest uittesten. Zeg maar, ik heb van die high-waisted hotpants. Maar die gingen laatst steeds zeg maar tussen mijn bil zitten. En dan zie je een stuk van mijn bil, zeg maar. En dat vind ik echt heel lelijk. Dus ik ga ze denk ik nog één keer dragen. En anders moet ik ze toch denk ik wegdoen. Want ja, als ze steeds zeg maar heel veel van mijn bil laten zien, dan ga ik ze niet dragen. Want dat vind ik gewoon niet classy. En ik ga in ieder geval wel nog even op internet zoeken of er iets tegen is wat je er aan kan doen. Zodat hij niet zo opkruipt, zeg maar. Want ik vind ze wel echt super mooi. Maar ja, als het zo ordinair gaat zitten, dan heb ik daar niet zo'n zin in. Dus goed verhaal, lekker kort ook. Ik ga even ontbijten. Le breakfast! Oké, wauw. Het is nu alweer 1 uur. Ik heb ontbeten en ik loop echt heel erg achter op schema. Ik zou echt al veel langer. Ik zou nog een video opnemen en zo. Dat komt er nu allemaal niet van. Dat is een beetje kut. Maar ik kan het uitleggen. Ik ben bezig met een challenge. En die challenge is heel erg leuk. En is vooral nu op in het Engels, zeg maar, bezig. In de Amerikaanse YouTube community. En ik kan misschien wel een heel klein stukje stiekem laten horen. Een sneak peek. Eigenlijk wil ik nog niets laten horen. Maar aan de andere kant denk ik van ja, ik weet het niet. Ik weet niet of ik iets ga laten horen. Nou, ik denk dat ik het toch nog even geheim hou. Maar ik weet ook niet wanneer die online komt. Maar er moet nog veel werk aan gebeuren. Oh, ik ben zo benieuwd. Echt. Oké, misschien laat ik een heel klein stukje horen. Je huis is echt een teringzooi. Je bent gewoon verstrooid. Genoeg tijd om te slapen, maar schoonmaken doe je nooit. Oh my god, ik ben best wel trots op mezelf. Dat ik gewoon een hele lyrics heb geschreven voor 3 minuten. Echt binnen een paar uur. En I'm proud of myself. En nu ga ik naar buiten mijn pakketjes ophalen. Joe. Nou, ik heb net het pakketje opgehaald. En ik ben heel benieuwd wat erin zit. Want ik weet echt oprecht niet wat erin zit. Het is echt een heel groot pakketje. Dus ik ga hem nu gewoon openmaken. Dan zal ik laten zien wat erin zit. Oh wow, ik weet wat het is. Ik weet niet wat meer wazig is. Het lijkt echt bijna een soort zwembadding of zo. Maar hij zit heel goed verpakt. Het is een bento box. En een bento box is zeg maar zo'n lunchbox met echt allemaal vakjes. En ik had er laatst een paar video's over gezien met wat je er allemaal in kan doen en zo. En nu ben ik echt helemaal verslaafd. En nu wil ik ook echt zo'n superleuk Japanse boxje maken. Hij is echt groot. Weeo. Hij is echt groot. Je moet sowieso een grote tas voor mee hebben. Echt superleuk. Oké, hij gaat er aan alle kanten open. En dan, oh wat leuk. Er zit echt een leuk lepeltje bij. En dan is dit eigenlijk je ding. En dan in dit bakje kun je ook soep doen. Kan ook hete dingen in dus. Maar je kan het ook zo doen. Kun je hier gewoon iets los in doen. Maar het is wel chill om hier dan bijvoorbeeld een salade met dressing al in te doen. Of een soepje of zo.
En dan kun je in de rest dus andere dingetjes doen. Maar je kan die dus ook uithalen. En ik vind het chill dat er ook een lepeltje bij zit. Daar kun je dus dit mee eten. Lijkt me. Echt super leuk. Oh, ik wil het echt een keer vullen. En ik denk dat ik dan ook wel een keer een video erover ga maken of zo. Van wat ik in mijn bento box doe. Ik heb er echt wel hele leuke video's over gezien. So I am very benieuwd. Maar daar moet ik wel wat meer tijd voor hebben. Want ik heb nu geen tijd om allemaal eten klaar te maken en zo. Dus ik ga vanavond weer voor de couscous-salade. Maar ik klaag niet. Dus ja, ik denk dat ik straks weer weg ga. Ik ga even mijn broertje bellen. Vraag of hij vanavond komt. Dan kan ik laten horen waar ik de hele middag aan gewerkt heb. Ik ben heel benieuwd wat hij ervan vindt. Ik ben überhaupt benieuwd wat iedereen ervan vindt. Maar ja. Ik ben inmiddels op werk. En ik heb echt heel veel trek. Want ik heb dus helemaal geen middag gegeten. Echt best wel stom. Dus ik ga even snel komkommer snijden. Bosuitjes snijden. En tomaat. Knoflook. Of couscous heb ik al erin. Met bouillon. En knoflook snijden. En dan eindelijk eten. Oh, ik heb zo'n trek. Echt niet normaal. Et voilà. De couscous salade. En nu gaan we doorroeren. En dan kan ik eten. Mijn lieve collegaatje Tim heeft... Ik vind die stoel echt eng. Heeft cup soup voor me gemaakt. En deze is de tomatenversie. En die is geheel vegan. I checked it. En ik weet dat dit meestal wel chemische E-nummers en al die shit is. But I don't care, want ik heb er zin in. Dus ik ga het niet lekker vergeten. Dankjewel Tim. Je bent een topper. Ja, dat weet ik. Van jou. Dit is mijn dilemma. Lemma. Ik heb een groot probleem. Dit kan ik niet maken. Ik zit er mee. Hoe kan een tweede vrouw me raken? Oh nee. Ik vertik het, ik ga niet vreemd. Engels zegt, doe een vrouw een hart nooit zeer. Maar een duivel zegt, je leeft toch maar één keer. Het spijt me, het spijt me. Nee, wat did je doen? Ja, maar ze zingen samen een liedje op de Voice of Holland. Begin dit jaar. En ik wil weten hoe dat eruit zag. Oké. Turn on the lights in here, baby. Want elke dag geniet. Jij kent dit. En ik luister heel goed, dus verandert hij niet. Zo verloren. Bote woorden. Eén blik in zijn ogen. Voor je weet is je string al in de fik gevlogen. Dat is van ik ben jezelf. Wat? Dat is volgens mij van ik ben jezelf. Nee. Oh, dat is van een ander liedje in ieder geval. Het is niet dit liedje. Wat dit? I really like this. Hey, Brains, Beauty and the Brains. Beauty and the Brains. Van mezelf. Ik heb een superwoman bij me. En alle mannen staan versteld. Wat doet ze met die jongen? Ik zie ze kijken. Fuck, wat zat? Godverdomme, kut bij je. Ik snap geen kut van dat kind. Linkzij. Echt hoor, Emilia, what did you do to me? Echt, Emilia stuurde me vanmiddag, terwijl ik op werk zat, een heel leuk artikel. En in principe was het een leuk artikel. Met, het kwam erop neer dat 16 super lekkere recepten waren. In de titel van, waarvan je niet zou geloven dat het vegan is. En het was allemaal met chocola en zo. En toen kreeg ik trek. En ze had me wel gewaarschuwd, fair enough. Zei, als je honger hebt, niet kijken. Maar ik kreeg daardoor zo'n behoefte aan chocolade en aan zoetigheid. Dus ik heb kokosroom die ik in de koelkast had staan, heb ik met mijn mixer opgeklopt. En daar bij die kokosroom heb ik toegevoegd cacaopoeder en zoetstof. Een beetje kokossuiker en een beetje ahornsiroop. En daaruit komt dit. Chocolademousse. En ik neem dit morgen voor werk mee, want ik voel me nu al een beetje misselijk omdat ik dat ding heb uitgelepeld. Maar het is echt, echt geweldig dit. Oh my god. Super blij. Ik heb dus wel het pakketje, zeg maar. Heb ik voor degene die echt goed opletten, zeg maar dat soepdingetje of saladedingetje. Die gebruik ik nu dus voor de chocolademousse. Ik heb me wel even afgewassen. Ah,
Oh, dat gaat dus niet passen. Oké. Okay. Ik moet nog iets meer eten ervan. Wat is straf. Oké, okay, ik heb het dingetje dicht gekregen. Ik voel me nu echt officieel misselijk. Het is wel echt super lekker. Ik moet bijna kotsen als ik denk aan meer. Terwijl ik het wel lekker vond, maar... Het is echt zo heftig, eigenlijk. Chocolademousse is altijd wel heftig, maar... Ik ga maar eens slapen. En Jeffrey die ligt al te slapen. Morgen weer vroeg op en dan de hele dag werken. En misschien dat ik mijn camera meeneem en dat ik dan... Want ik heb een hele rustige dienst. Dus als er niet gebeld wordt en er geen mailtjes zijn, dat ik dan... wil even iets kan filmen voor waar ik vandaag aan gewerkt heb. Dus ja, heel veel zin in. Vergeet geen duimpje en hopelijk tot morgen. Doei!